Jammer. Disqualified! Dan niet zesde, vriend, jij start zevende. Oh no, dit is very much bad. Oh no, Michoes! Oh no, Michoes. En dat was een hele lange wacht. Volgens mij langer dan het überhaupt kan in de Formule 1. We hebben een goede start, maar de Williams volgens heeft een nog veel betere start. En we vliegen gelijk P2. Maar de Williams breekt Jack Thompson. Nu hebben we geen fucking vleugel meer. Wat een hoeren Williams. Ik haat hem. Ik haat hem zo. Laat de Alfa Tauri alsjeblieft doodmaken. Weet je wat? Hè, meneer de Williams? Oh, hij stuurt ons het gas in. Vriend, jij hebt mij gebreekt, Jack. Oh, wat een leier. Wat een leier. We zitten in de grindbak. Oh, daar zit een Red Bull. En iedereen vliegt er ons heen. Maar ik heb nu geen voorvleugel meer. En ik denk dat die Williams er wel in heeft. Dus dat gaan we even niet doen. Ja, box, box, box. Je moeder, vriend. Die Kaolo Williams heeft ons hele leven doodgemaakt. We gaan samen boksen. Zo, hoppa. Je moet wel even de Williams doodmaken, ja. Hij was gedood, man. Oh, hallo. Oh, nee. Ik heb geen voorvleugel, natuurlijk. Nee! Please glitch your pit lane uit! Ah, oh, jammer! Disqualified! Ja! Oh, wacht! Dat was het meest glitchy ooit! Psh, psh, psh! Ik heb nog de pitstop! We gaan naar een andere lobby, Tom. Ja, ik ga vanaf ook. Dat werkte niet eens. Kijk hoe weak de damage in deze lobby is. Dat is helemaal niet leuk. Ja, maar dan kan wel je frontwing dood, maar niet je band eraf. Dat ja, precies. Dat is zo dat kut. Het leuke aan damage. En we zijn onderweg. Oh, er starten al gewoon twee auto's niet. Dat schiet al op. Dat zijn al twee posities, ja, drie posities. Vier posities voordat we überhaupt bij bocht 1 zijn. Hoop overstuur. Dus we verliezen weer wat. Er zit er een Alfa Tauri rechts in de muur. En nu is het lekker slipstream trein. Drie wijd in bocht 2. Drie eigenlijk. Oh, kom op. Lekker poppen en daar zien we Tom weer de muur in gaan. Ja, oh, man, zo. Nee, die McLaren is alles behalve clean. Ja, die Mercedes ook. Godverdomme. Die geeft je gewoon een beuk. Ja, man. Deze McLaren geeft je ook gewoon een beuk. Beide ja, McLaren is het grind in. Omdat ze gewoon willen beuken. Oké, Albert. Ja, gewoon beide McLaren's vooruit kijken. De binnenkant van de Renault, hij laat de ruimte. Sowieso. Oh nou ja, nu rijden er ook natuurlijk ook mensen op mediums. You're in the top 10 now. Keep it up. Top 10 now. Bitch boy. Oh, iedereen remt al heel vroeg voor bocht 1. Het koelt alles af. En je verliest er gewoon geen tijd mee. Terwijl echt iedereen het grind in gaat. What the fuck? Hier, waarom de fuck rijdt die Mercedes daar nog het gras in? Edu la boom 7. Edu Galekum. Heb je eigenlijk een goede naam? Edu Galekum. Paars is er gewoon in. Yeah, yeah. Ik ben nog bezig aan een epische comeback. Terwijl Tom dat vet is. Kom op. Fucking hell. Het ging zo lekker, maar die Alfa Romeo was er van nee. Caution. Oh, wat de fuck doet die Red Bull daar? Terwijl we aan de binnenkant van de gevaarlijke McLaren-man zitten. En ja, nu kan je niet meer op me insturen, hè? Oh, allemaal mensen gecrashed hier. Wat? Oké. Okay. Nou. Fijn. Paars sector 2. Ik rij nu alleen nog maar achter Keep It Clean en Vernon aan. En dan rijden we al P1 vanaf P14. Hoppa. Oh, even festjes net vannacht. Oh, ik spin naar de eerste bocht. Dat was niet iemand schuld, ik spin de gang. Nummer 2 weet echt niet wat de normale racelijn is volgens mij. Nou, dan gaan we komen dan. Rich, ERS, Slipstream, DRS, de hele spinning, binnenkant. Oh, gooi gewoon even de press op zijn mail. En we zijn weg. Ik spin de hele tijd bij de eerste bocht, ik zat echt niet rond. Ik zou dan niet meer spinnen bij de eerste bocht, dat is mijn tip. Dankjewel. Kom op, zo. Hey, er zit iemand in het grind bij jou. Hey, daar ging je. Sukkel, imagine daar nog rijden.
Ik zag jou rechts in mijn beeld. Kees B2. Nee! Oh. Oh, ja, ik denk dat je gaat inhalen. Oh, kom op. Nou, deze man. Oh, ik word er zo moe van. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking to the yellow flags. Jezus, mijn banden zijn zo warm. Ook pijn. Hoi. Veel plezier met zuigen op rondje 7. Ja, fucking die Kees heeft me zo hard vermoord. Ik ga even de lijpste undercut ooit gooien. Kijk, ik pit gewoon 2 rondjes eerder in plaats van 1 rondje. Beter kom ik nu niet in verkeer ofzo, dat ik dan word doodgereden. Dat zou ik helemaal niet leuk. Hoezo pit jij lap 7, gast? Mijn banden, jongen. Wat is er mis met jouw strategie? Oh, wat is het hinderlijk dat die rembordjes daar weg zijn. Ik ben allemaal mensen die ver voor mij liggen en mij hebben gelet en ik kan het inhalen. Dat voelt echt goed. Paars in sector 1, jazeker, op mediums. Hoezo pit deze man niet? Oh, hij gaat pitten. Nee, maar hij spint mij terwijl hij de pit in gaat. Nee. Waar is mijn reset to track? Hoezo heb ik geen reset to track? Kutspel. Ik heb pijn gehandlet. Ik ben zo ja, op. Maar ik werd gespint omdat die man neerzetten? De pit in ging. Ga ik de fast slap neerzetten? Ja! Dat ga ik zeker. Nummer 14 met de fast slap, dat is toch heel leuk. Oh, ik lig echt fucking een jaar achter. Oké, de Red Bull weet niet wat fucking clean rijden is. Ja, man, iedereen. Dan niet, joh. Ja, maar nu ligt fucking 18 seconden achter de nummer 1 gast. Zo diep. Oh, ik ga iemand in aan een pit. Ik heb iemand ingehaald. Paars voor sector 1. Nee. Zonder DRS of een slipstream gast, hoe dan? Nee. Ik had ook geen DRS of zo. Oh, ik dacht dat je jezelf helemaal aan het inleggen was van alle doodmensen. Ja, weet dat? Ah, maar dat had ik toen nog gedaan. Your mom. Oh man. Het is ook leuk dat wij twee echt retard man in de sessie aan het switchen zijn van 6-6. Dan worden we straks weer gekikt omdat we te goed zijn. En ERS is zo dood na die ene fucking Tesla. De rembordjes. Oh nee. Oeh. Oh shit, ja, oké. Ja, ik doe gewoon. Ik remde echt veel te laat. Oh, geel in de laatste bocht. Ja, ik heb hem. Daar kom ik met mijn ogen. Jezus. Ja, dat zag ik. Jezus. Dat zag ik. Jeff is zo van good. Die man die is over deed. Toen vermoord hij mij. Ik zie al die fucking blauwe lampjes. Blauwe lampjes, Tom. Jij gaat een penalty krijgen straks, gast. Maal niet. Maal, man. Maal niet. DRS! Even een nieuwe fast lap attempt. Zonder ERS. Oh ja, nu kan ik je wel. Oh ja, maar ik heb niet allemaal dirty air, man. Oh, mijn rempedaal verschoven. Hey joh, blue flip. Rot eens even op. Michael, this guy not move to side. Michael, this guy is stealing the race from us. Rond de Michael. Oh. Gaan we nog een DRS'je pakken op meneer Veron? Hey, ik battle eerst met hem voor positie. Nu redt hij ook hier. Oh shit, ik zag niet door jouw kuthoofd de racing line, dus ik weet niet waar de fuck ik moet remmen. Een beetje racing line. Oh ja, ik heb de overal DRS gast. Fuck. En het is niet eens sneller, 17 langzamer. Final lap of the race. Oh shit, niet al. Ja, natuurlijk. Ik ben gewoon ritje aan het staan. Ik heb nog 30 ritje over. 30 ritje? Ja, maar 0.30. Oh, nog een meneer. Oh, dood. Dat was niet de beste lijn. Oh, fuck. Daar rijdt hij hoor. Meneer de Gulag weer. Misschien dat meneer Franco wel op zijn rem gaat voor mij. Nee, hij is gewoon echt ballen langzaam. Kon jij ook gewoon door me heen rijden? Ja. Oh. Maar het komt omdat hij gewoon disconnected. Er rijdt nog een McLaren. Oeh, daar is de race winner al. Jij moet nog een rondje extra rijden, of niet? Nee. Oh fuck, geen fuel. Fuck. Ik ga hier gewoon lekker liften.
Lekker sparen. Oh! Oh nee. En nu overtake. Dinges. Heb ik genoeg? Nee. No fuel mode. Oh, nee joh, dat scheelt echt niks. Ik ben ook niet door de laatste bocht, hè. Oh, wat? Lijp. Ja man. Deze is 13e. Dit was echt leuk. Maar dat was echt sick. Maar Natural Gas is een beetje gewoon...